Welkom bij de Fish Boys. We zijn vandaag weer terug op de visvijver in de Biesbosch. Het is nu een karpervijver geworden, er zijn geen forellen meer. En we hebben vorig jaar lekker gevist en we wilden graag terug. Dus we hopen vandaag steur en karper te vangen weer, net als vorig jaar. En we vissen weer met ieder twee hengels. En drie op de pen voorlopig, op steur. En één op karper met de boilie. Dus het loopt weer een mooie dag te worden. We zijn nog maar net, maar Twan heeft een vis aan de haak. We denken een steur. Voelt hij? Sterk. Hij was helemaal krom. Terwijl Twan aan het drillen was, hebben we nu een tweede hengel ook beet. Dus we zijn nu met z'n tweeën aan het drillen. Voor mij is sowieso een steur, van Twan is nog niet gezien, maar we laten zo wel zien wat we hebben, want gekke huis. Nou, leuke steur binnengehaald, van 87 centimeter. De drill die Twan had, die is helaas verloren gegaan, we weten niet eens wat het is, we hebben hem niet gezien. Maar hij vocht als een karper, dus dat zou heel goed kunnen. Ik denk graskarper, omdat hij echt gewoon 1 seconde was bovengekomen. Steur die had zich al lang laten zien. Maar ja, in ieder geval, we zitten nog geen half uur en we hebben al een keer of 5 beet gehad. En 2 aan de haak en eentje gevangen, dus dat gaat goed. We hadden er weer 1 op de pen. Nog niet gezien. We zijn flink aan het drillen. Ik denk ze. Een behoorlijke zo te zien. Zo, mooie steur gevangen. 97 centimeter, kijk maar, dat is echt heel lang. Was niet heel sterk, die andere vis was sterker, dus ik denk dat die nog groter was. Maar het zou waarschijnlijk wel een hele grote karper geweest zijn, waar ik nog onwijs van baal. Maar we gaan nu even die steurvis terugzetten. Ik ben er wel blij mee. Nou, wil niet echt nog. En daar gaat hij. Nice. Yes. Edwin heeft vis. Zo, in het lekker krom. Gaan we hem zo even scheppen. Nou, lekkere steur op de match. 1 meter 2. Heerlijke vis. En ook hij mag weer terug zwemmen. Het zijn echt mooie beesten hoor, die steur. Ga ze knorren. Daar gaat die. Dan weer een steur. Kijken of we hem kunnen zien. Zo, mooi is teruggevangen. 89 centimeter. Ik ben er heel erg blij mee. Voelt op zich wel lekker, dus hij mag wel lekker terug. Wederom heeft Twan een vis aan de haak. Hij gaat er aardig vandoor. Ja, Twan heeft hem op de kant. Mooie steur. Hij is 1 meter 8 lang. Echt een hele mooie vis. Daar is hij. Lekker. Nou, heb ik zelf een kromme hengel. Nou, ik heb mijn steur op de kant, 89 centimeter dit keer. En terwijl we eigenlijk aan het binnenhalen zijn, is Twan alweer de volgende. Dus die is nu aan het drillen. Hij is 98, maar Twan heeft alweer de volgende aan de haak. De beet die Twan had, die
blijkt een karper te zijn. Mooi schub. We gaan hem scheppen. 4 kilo. Mooie hoge vis. 58 centimeter. Hij is nog druk. Prachtig schubben. Ja. Hoog gebouwd. Hier heel mooi goud. Hij is actief. Zo, mooie streelweer gevangen. 97 centimeter. Mooie vis en we gaan hem weer terugzetten. We zijn naar een karpervijf gegaan. En Edwin pakt een karper. Het is het schub? Ja. Ja. Mooie karper, schub. Hij is 52 centimeter. 62 centimeter. En 5 kilo. Dus we zijn net verkast van de steurvijver naar de karpervijver. En eigenlijk liggen we nog maar een kwartiertje hooguit. En ik had een lekkere run. Ik was er met mijn tweede hengel bezig om klaar te maken. Het werk gaat gewoon door, zeg maar. In de gaten. Lekker, tweede karper. De stukjes zijn mooi verkleurd, ze zijn niet super groot. Maar zeker geen verkeerde vis. 59 centimeter en 4 kilo. En dan gaat hij weer. Lekker hoor. Hij heeft hem even zijn korte broek aan doen, maar dat is onderbroek. Lekker hoor, nummer 3. Onderbroeken lol. Hij vangt ze achter elkaar, ik vang helemaal niks. Je kan niet eens je broek verwisselen. Iedere keer, hè? Als je gaat eten, als je gaat drinken. We gaan hem even scheppen. Hij is op de kant, ze worden steeds iets kleiner lijkt wel. Hij is 5 centimeter en 3,5 kilo. Nu is Twan aan de beurt. Met een mooie run. Nou, mooie vissen zo. Het zijn niet de grootste karpers, maar zeker... Dit is nog best. Ik denk dat we het schip net gaan pakken. Ben je tevreden? Ja. Zo, de grootste karper van vandaag gevangen. Hij was 6 kilo en 69 centimeter. Het is een beste vis. Er zit nog een klein buikje onder ook. Hoog, heel breed is die. Wat mooi is van deze vis is dit oranje hierachter. Dat hij alweer weg wil. Oké, okay. Hij gaat toch gelijk zwemmen. En weg. Jezus. Nummer 14 zit alweer aan de haak met Twan. Nou, deze was voor de verandering weer eens een keer 4 kilo. Een beetje de gemiddelde gewicht hier al. En hij was 58 centimeter. En hij gaat weer terug zoals normaal. We vangen nu wel heel vaak dezelfde karpers, dus we hopen eigenlijk nu even een spiegel of een graskarper te vangen, want ja, het wordt wel heel eentonig. Het wordt niet saai, maar het wordt wel eentonig. En hij is weer weg. De volgende run komt er alweer aan. Hangen. En hangen. Nou. Je hebt de een er nog niet in. Dan zien jullie het zelf op een live run. En de volgende hengel die wordt alweer gepakt. Zo, mooi karpetje.
durf het bijna niet te zeggen, maar er zit een karper aan de lijn. Hey, daar zat een kolletje. Bij Toan. De andere vijver werd naar het leek een goudkarper gevangen. Beste. Dus er zit hier ook anders dan het schub, maar wij beperken ons tot de schub momenteel. De run was niet normaal hard, hij vloog er vandoor. En ja, hij mag niet zwemmen. We hebben het water voor onszelf hier in deze vijver. Dat is misschien wel een voordeel. Ja, er is op deze vijver niemand. Normaal kost dat goud geld als je een vijver voor jezelf wil afhuren. Wij krijgen een cadeau. We hadden hem net in het net eigenlijk, Twan die schepte hem en toen schoot de haak los. Dus het was perfecte timing, anders was ik hem verloren. En nou, dankjewel Twan. Nummer 18 heb ze gemeld. We willen eigenlijk een broodje eten, maar we komen er niet eens aan toe. Dus de broodjes liggen klaar. Nou, Twan was zijn kuiper aan het binnenhalen, toen kreeg ik ook een run. Dus dat werd een dubbel run. Kijk, we kunnen samen weer terug. Dat zijn mooie beelden. Ja, hij is mooi formaatje. Hij is 66 centimeter en 12 pond. Nummer 22 heeft zich gemeld bij Twan. Nou, het lijkt eentonig, maar het zal niet winnen. We zeiden net tegen elkaar dat het leuk blijft. Die runs, die zijn het mooiste. Je zit gewoon te wachten en opeens gaat je swinger strak tegen je hengel aan en die pieper die blijft piepen. Dat is eigenlijk nog mooier dan het binnenhalen zelf. Leuk visje. De runs zijn hier knijterhard. Van en ik waren eigenlijk net een beetje aan het discussiëren over wie de 25ste zou vangen. En Twan had een run. En inderdaad, hij dacht dat hij hem gemist had, maar hij zat eraan. Op een 20 mm boilie. We denken niet dat dit de vis is die de run maakte, want dit is wel heel klein. Het was een echte run en deze zat eraan. Maar het is een klein karpertje. Maar die kan nooit 40 gram loon meenemen. Nee, ja, we weten het niet. Het is wel nummer 25. En we tellen hem gewoon, alleen doen we hem zonder onthaakmat weer in het water. Nou ja, we hadden gevraagd om wat ander formaat. En dat is gelukt. Gefeliciteerd man. Zo, Edwin heeft weer een karpertje gevangen. In de volle regen. Het regent echt heel hard. Dus jij regen juist lekker aan. De regen is nog gaande, maar Twan... staat nummer 28 te drillen. Zo, mooie vis gevangen. 6 kilo was die. Mooi, er zit al een buikje onder. We zijn weer terug op de andere vijver. En nou, de steur begint alweer te lopen op de pen. Deze is 93 centimeter. Vis nummer 29.
En terwijl we aan het klaarmaken zijn voor die video, staat Twan alweer met een kromme hengel. Mooie steur, 90 centimeter. Die steur die vecht echt knijtershard. Dat is echt mooi. Nummer 31 is onderweg. Nou, nog geen zin om aan de kant te komen. We gaan nog even spelen in de regen. En nummer 31 moeten we nog even wachten, want hij is losgeschoten. Dus helaas, geen beelden van een vis dit keer. Maar Twan kan nog lachen. Dat is de voor, nu is het karper. Op de pieper. De pieper. In plaats van de pen. De meeste vis wordt hier gevangen op de pen. En nou, de pieper ging opeens af. Deze is 63 centimeter, 7 kilo, 14 pond. Dus leuk visje. Je ziet ook dat ze echt breder zijn in de rug. Echt groter dan wat we gezien hebben vandaag. Yes. Nummer 32 is onderweg, denken we. We hebben wel nu twee keer gehad dat we met andere lijnen in de knoop kwamen. Dat is wel heel vervelend, dat de aanbeet door je lijnen heen zwemt. En net was hij zelfs op twee hengels gehaakt. Dus dat is wel iets om vooruit te kijken. Zo, weer een mooie steur gevangen. Dit is nummer 32. 90 centimeter. Die steuren die zijn gewoon keihard. Dat is gewoon echt mooi. Pakt er weer een op de pieper. Nou, nog even een mooie vis. We gaan nog wel een uurtje door, maar... Zo groot als deze hebben we nog niet gevangen. Hij is 70 centimeter en 19 pond. Ik ben er heel blij mee. En dat vult de dag goed aan. De pieper die ging mooi af. Hij ging een paar keer al een beetje weifelen. En op een gegeven moment ging hij volledig. Gaat ie. Mooie vis hoor. Nummer 34 heb zich gemeld op de matchhengel. Mooie actie op de hengel zelf. Altijd leuk. En verloren. Helaas. Nummer 34 laat nog even op zich wachten. Zit alles er nog aan? Ja. Zo, dit is weer een einde van een geslaagde sessie. We hebben een hele hoop vis kunnen vangen deze sessie. En het is 's avonds, dus 5 gaat zo sluiten. En we zijn nu aan het opruimen en we gaan zo naar huis.